En toen werd het donker. De lente die vandaag zijn neus aan het venster zou moeten steken, aarzelt. Er is vandaag nog geen plaats voor een nieuw begin. Te veel toekomst werd ons ontnomen. Te veel pijn. De sneeuw in ons hart laat even geen nieuwe lente toe. Kunnen we ons iets ergers voorstellen? Ouders die het allerliefste, het allermooiste wat ze beminnen, verliezen. Families die onverwacht, onaangekondigd, plots en onherroepelijk van hun mama en papa, van hun geliefde voor het leven, afscheid moeten nemen. Afscheid nemen zonder nog een laatste keer "ik hou van jou" te kunnen zeggen. 40 lange uren waren we samen onderweg. 40 loodzware uren. Onmenselijke uren. Uren van vrees, hoop, kwaadheid, wanhoop en vooral onmetelijk verdriet. Wat mij tijdens die 40 uren het diepst geraakt heeft, wat ik nooit zal vergeten, was het moment waarop deze families lieten zien waarom wij mensen zijn. Op een ogenblik dat zij zelf door het diepste dal van hun leven gaan, op een moment dat zij ontroostbaar zijn, vinden zij de kracht om allemaal samen, kinder, een heel mooi dankwoord te richten tot alle hulpverleners die zo hun best hadden gedaan om hun kinderen, om hun partners nog te redden. Een bijzonder ontroerend moment. Madame la présidente, les parents m'ont demandé de redire aujourd'hui ces mots de remerciement pour les services d'assistance suisse, mais aussi pour toute la population suisse qui nous a exprimé sa sympathie. Woorden van dank die ik namens de ouders, en ik mocht het zeker niet vergeten, die ik vandaag ook wil richten aan de vele mensen aan Belgische zijde die alles, maar dan ook alles in het werk hebben gesteld om hun verdriet een beetje draaglijk te maken. En onbehagen, nog zo'n gevoel waarmee de families worstelen. Bijna een gevoel van verontschuldiging vanwege de ouders die een kind verloren, van de families van meester Raymond en juffrouw Veerle. Een gevoel van schroom, omdat elke dag elders slachtoffers vallen die minder aandacht krijgen, maar waar het verdriet even groot is. En ook diezelfde gevoelens bij de ouders van de gewonde kinderen, die vandaag in onze gedachten, maar ook symbolisch, straks in het kunstwerk aanwezig zijn. De kwellende vraag waarom zij hun kinderen nog hebben en waarom dat geluk de andere ouders is ontnomen. Ik heb de laatste dagen veel moeten denken aan de woorden van Bram Vermeulen. En als ik doodga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. Wij zullen jullie nooit vergeten. Samen sterk was de slogan van de kinderen, de meester en de juffrouwen. En samen zullen we het licht laten schijnen over Lommel en over de families van deze 17 heel mooie mensen.